Roey? Ja. Ik wil dat je even hier blijft, ja? Ik ga even Oké. ik ga even ja. Ja, ik wil liever dat je even omdraait als ik maar ga omkleden voor. Oké. Nee! Dan weer Tuurlijk. hartelijk welkom bij Disneycraft 96 en tot na de intro. Okay, people, let's go to work. 96. 96. Jongens en meiden, we zitten in Disneycraft 96. 96. Ongelooflijk. 96. Ongelooflijk. En Olsnek is er ook. Olsnek. Hallo Olsnek, hallo. Welkom iedereen. Welkom allemaal. Iedereen opgelet. Iedereen opgelet. Ja, we maken altijd wel kabaal. Ik maak. Baal. Ja, ik heb een baal, oké. Waarom heb ik een baal? Heb ik een baal? Waarom heb ik een baal? Waarom zeg je dat? Heb ik een baal? Wat is een baal? Een hooibaal? Ik ben er geen boer, Roy. Ik ben er geen baal. Laat me. Ik zeg toch niks? Laat me wat rust. Nou goed, en we zijn bouwen en Roy ging meehelpen. En ik zei, zullen we dan gewoon niet een Disneycraft video maken? Dat was goed! En toen zeiden we, oké. Dan doen we dat gelijk. En Inimini is er ook bij, zie ik. Even kijken hoor, en dan maak ik hier een soort van hout dat mensen. Ik wil een beetje. Roy dacht eerst dat het een binnenbad werd. Namelijk. Nee, maar dat is meer. Echt? Je zegt net binnenbad. Oh nee, buitenbad, sorry. Roy dacht dat het een buitenbad werd. Ik wil net zeggen, joh. Nee, je wou, je wou niks zeggen. Sorry hoor. En toen dacht ik van nee, Roy, dat is helemaal niet zo. Dit wordt een buiten. Dit wordt een binnenbad. En misschien komt er wel een stukje buiten natuurlijk. Wie weet. Stellage. Stellage, zeg nooit nooit. Nou, dit is gebaseerd op een op eigen inspiratie, maar ook op fotootjes. Gewoon swimmingpool invullen bij Google. En dan krijg je wel wat foto's. En dan zie je van, hé, hey, dat is misschien leuk om dat idee na te bouwen. In die mini lap er niet doorheen. Hop. Je mag gewoon prinsesje zijn, maar hier kom je niet meer binnen. Wat is dat voor prinsesje in die mini? Wat is dat ook weer? Is dat Alice? Alice in Wonderland. Ja, hè? Ja. Die wilt snoep natuurlijk. Ik heb geen snoep. Heb je een snoep? Nee, ik heb geen snoep. Dit is een schoonmaakster. Oh ja. Eerlijk? Die krijgen geen snoep. Maar je hebt een sportje. Oh ja. Kapte. Kijk hoor. Zo. Zo. En mensen zitten volop al te springen hier in de swimmingpool. Echt grappig, joh. Mooi! Ja, Kenzo, ik zou het doen. Ja, mooi. Dat ging niet helemaal goed. Jammer dit. Oh, je gaat de hele vloer veranderen. Ja. Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Dan ga ik hier een beetje veranderen. Ja. Nou, ik wou een paar van die... kijk, hier ga je... Hier zo is een duikplankie. Dus kan je zo vanaf gaan zo. Dat is wel leuk misschien. En dan zo'n klein badje. Dit is echt voor de duikplank. Maar dan moet er natuurlijk ook een trappetje naar boven. Dus ik dacht, ik ga hier gewoon aan de zijkant. Ga ik gewoon een trappetje maken. Zo'n wenteltrappetje lijkt me ook heel erg leuk. Kijk hoor. Dit is een overdekt iets. Dus je zou eigenlijk... Oh, die plant, Roy. Ik had het niet bijbouwen toch met die plant hier. Heb jij weer lopen... Maar, ik heb niks gedaan. Heb jij weer die stomme planten willen lopen bouwen hier? Wat heb ik gedaan? Ja, jij moet onderhoud doen. Oh. Vrouwen moeten altijd onderhoud doen aan de wat? Tuin. Zo, en ik maak hier wat glas. En ik weet niet hoe dit eruit ziet, want ik doe dit ook maar voor het eerst proberen. Ik ga eens kijken, ik sloop nu ook een blokje, wat wel een beetje stom is. Kijk hoor. Ik weet niet of het er een beetje uitziet. Dat gaan we zo zien. Ja, het heeft wel iets, joh. Ja, ik vind het wel grappig zo. Ja. Ik vind het wel iets nieuws hebben, joh. ja. Nu ben ik de foto kwijt. Oh, daar. Ja. Ja, ik weet niet, ik kan de foto even laten zien. Dan weet jullie ook een beetje hoe en wat. Let op. Ik ga hem laten zien, jullie.
Kijk. Ik weet niet of je het goed ziet. Oh. Nou, het is een beetje licht, ik weet het. Maar dat is een beetje het idee. Ik weet dat ik het niet helemaal 100% kan nabootsen, maar... Want het blijft altijd Minecraft, hè? Dat is altijd een beetje gebonden, toch? Toch? Hè? Ja! Hoe komt het allemaal? Zo doen, hè? Doe je dit dan zo? Waarom? Nou, dat is een beetje afgeschermd. Dus hier kom je in het midden van het bad, kom je naar binnen, weet je wel? Even kijken. Ja, oké. Okay, ik denk dat, waar is het midden van het bad? Ik denk dat ik hem nog wel een beetje verder naar achter kan laten gaan, hoor, dit bad. Ik vind het nog best klein. We kunnen ook twee baadjes maken hier, hoor. Dat ik hier gewoon een grotere maak. Dat is misschien ook leuk. Oké. En ik denk dat ik dat gewoon een beetje... Een groot bad maak. Gewoon een wat groter met een glijbaan erbij. Dus we hebben natuurlijk wat minder plek, maar ik kan hem altijd groter maken. Lijkt me leuk om hier dan wat grotere zwembad te maken. Kijk hoor. Deze mag wel dieper, vind je? Een glijbaan of niet? Wat zeg je? Met een glijbaan. Ja, absoluut. Dat is wel leuk. Glijbaantje. Lekker glijl. Zo. En dan maak ik hier zo. Dit is één bad ook nog. Een groot bad. Dit is een wat groter badje. Baadje. En het lijkt me ook leuk om nog later een wild water riviertje ergens te maken of zo. Want ik krijg een beetje dat Centerparks gevoel, hè? Ja, daarom. Dat vind ik wel leuk altijd. We kunnen ook zeggen... Wat is er? Ja. Nee. Oh, je wist niet dat ik daar had gemaakt? Nee. I'm very sorry. I'm very sorry. Hij zal er voor de volgende keer rekening mee houden. So you cannot fall into the water. Ja, there's water over here. Ik weet niet hoe groot je de douches maakt, maar dan maak ik alvast dit pad nee, een beetje dit, zo. Nee, dit, zo hou ik het hoor. Ja, zo echt, ja? Ja, ja, ja. Oké, dan kunnen we dit alvast... Kijk, moet je hier niet geen gat doen? Oh my god, wat doe je? Hier is een gat ook. Moet je daar geen gat maken ook zo? Ja, dit is zeg maar dat voetenbadje waar je in doet. En dit zijn douches. Oké, en moet dat water hier dan ook stromen dan? Of? Weet ik niet. Dat zou ik dan weglaten. Ja, dat dan. Kan. Oh. Oh, ja, altijd zo, hè? Ja. Oh, nee! Niet zo doen, hè? Dat voetenbaadje zou ik zo laten, dat is hartstikke leuk. Dat toch, hè? Oh, zijn alle kleedkamers vol met water. Ja, dat maakt niet uit. Oh. Er zitten geen buttons overal. Dat scheelt. Kenzo, toch? Kenzo, en dan kom je buiten en is het inderdaad wat groot hier. Ja, dat is wel fijn dat het wat grotere plek is. Ja, zo. Leuk, hè? En dan kunnen we hier wat, wat anders doen dan... kan ik dit nog veranderen, die tegeltjes hier, die kleur? Proberen, want ik zie overal blokjes. Ja, er staan onzichtbare blokjes zijn het. Oké, apart. Dat heeft Kenzo gedaan. Echt? Oh, apart, joh. Ik weet niet hoe die het heeft gedaan. Ik weet het ook niet. Knap, hoor. Tof, hou we zo. Ik kan wel weg. Oh. Tof. Jij fixt al die shit. Ja. Cool. Wij fixen wel, man. En Grap is er ook weer. Kijk, Robbie. Grap is er weer. Oh my god, het is Grap. Woehoe. Altijd even ingraven, kijk. Oh, ze heeft door. Ja, oh, altijd door. Ja, scherp, scherp. Too slow. Scherp. Nee, maar ze is scherp. Als ze iets hoort, dan is ze helemaal gek. Echt, hè? Wordt ze helemaal gek. Wat is de onderkant? Kwarts, hè? Oké, dan maak ik hier ook kwarts van. En dan zeg ik... Kwarts... Oh, er is een groot probleem, hoor ik, met Sander. Nou, dat kunnen we nu niet doen. Oh, ja. Dina gaat dat doen. Kwarts, ja. Zo, kwartsblok staat hieronder. En Roy gaat even helpen in de survival. Wat ben je toch liever? Ja, nu? Of... Ja, doe maar eens goed. Oh, je moet hier een blokje vergeten, joh. Wat dan? Ja, een raamblokje. Nee? Een raam hier. Oh, dat komt dat ik op de grond moest... Mijn pickaxe moest ik op de grond... Ja, ja. Ja, kun je het wel eens zien in de video, hè, mevrouw? Nou, kan je vinden in een VIP survival helpen? Dan ga ik even hier kijken of ik hier wat kan fixen. Zo.
Set Cyan. En dan maken we even hier wat moois ervan zo. Ik vind het al sowieso leuk om een waterpark te maken. Ik ben er... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon... het heeft wel iets. Hè? In de gisteren in de aflevering zijn we natuurlijk van... dat ik natuurlijk aan het huisje begon. Maar ik vind de inrichting veel leuk om te doen, hè. Want dan kan je tenminste wat... wat uitleven op bepaalde dingen. Zo is er uitgegaan van dit. En nu natuurlijk dat ik nu gewoon lekker groot zwembad maak. Zo, fixed water. Huppakee. Oh, dat is een wat groter badje. Moet ook, ja, misschien is die te groot, maar daar komen natuurlijk wat glijbanen en zo. Dus daar hebben we nog plek voor je aan de zijkant. Ik ga ze glijbaan ontwerpen. Eerst hebben we een trappetje nodig. Ik denk dat ik gewoon met ledders kunnen wel iets doen, maar dat vind ik een beetje onrealistisch. Dus ik ga sowieso met... we kunnen met kwartsblok. Maar ik denk dat ik het gewoon lekker met stonebrick ga doen. Om een trappetje te maken. En ik denk dat ik het trappetje hier gewoon in de hoek ga doen. Kijk hoor. Dat is wel heel erg in de hoek. Nou, dat kan op zich wel. Zo. En dan maak ik hier een kwarts. Zo, en in die mini ga ik gelijk kijken of het allemaal veilig is. Maar voordat ik dat doe, kijk ik eerst even hoe ver we dit door kunnen trekken. Doe ik dat goed? Oh, deze moet iets naar achter zo. Dan weet ik hoeveel plek we hebben. 2, 3. Plap, 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 plap. Oh, die komt precies uit, joh. Wat toevallig. Alsof ik het wist. Alsof ik het wist. Nou, dan kan dit nog verder naar achter op zich. Dan kan ik wat hoger maken alvast. Of ik kan daar aan de achterkant wat leuke plantendecoratie doen. Dat weet ik nog niet. Ik vind het wel leuk als hij er tegenaan komt, denk ik. Is gelukkig al hier was er wat voor waarde grote problemen? Ja, er was... Hij kon een blokje niet neerzetten. Oh jee, ja nee dan. Ja, dat was best wel een groot probleem. Ja, daarom. Ja, dat is vreselijk. Ik moet er niet aan denken, stel je voor. Nee, maar dat is natuurlijk wel fijn dat... Dat er weer mensen in ons huis zijn geweest. Zijn er weer mensen bij ons geweest, ja? Ja. Hebben ze weer gegriefd? Ja, oké. Okay. Ze zijn in het huis geweest, zeg maar. Oh. Dan hebben ze nog wat meegenomen. Mensen komen bij ons in het huis natuurlijk. Ze gewoon nieuwsgierig. Nou, ze hebben een cadeautje achtergelaten. Ze hebben een... Nou, dat is lief. En ze hebben wel een bankje kapot gemaakt. Maar hebben ze een blokje weer teruggezet. Maar dan... Ja, de bank op de bank. Nice. Ja, oké. Okay. Very good, very good. Maar voor de rest... de deur stond open, joh. Meen je dit? Ja. Inbrekertjes. Dat had Jan niet goed dicht gedaan, hè? Ik... Ga ik weer mij de schuld? Jazeker. Jammer dit. Jammer. Ik ga een hele leuke kleur glijbaan maken. Ik denk dat ik een heerlijke oranje baan maak. Ik weet niet of het staat. Maar ik zeg, ik vind het gewoon leuk om een oranje glijbaan te maken. Zo. Lekker fris kleurtje. Dat wel. Maakt het lekker fris. Doe gewoon even anders. Ik doe gewoon lekker fris. Sorry. Oké, en dan hier gaat slapje in. Slapje moet ook gebruiken. In die mini weg! Weg! En even kijken hoor. Ja. En zo. Nou, dat gaat zo. Dan moet dit lager. Ik weet niet of dit haalt zo. Nee, dat kan je net niet halen. Glijbaan is leuk om te maken op zich. Ja, maar lekker anders, lekker fris. Chat. Ik maak hem ongeveer gewoon een eigen layoutje. Ik denk dat is wel grappig hoor. En dan doe je hem zo een bochtje hier. En dan hier donder je gewoon lekker eruit zo. Huppakee, leuk. Zo. Hup. Ja toch? Eruit. Gewoon een klein simpel... Ja, leuk. Ik dacht dat we met dingen nog... met de vorige... Hadden we nog een grotere glijbaan. Hadden we echt... Hoeveel hadden we er wel niet? Ik heb echt een stuk of 5 of zo. Ongelooflijk veel. Ja.
not normal. Ik denk het wel meer hoor. Ja? Ja. We staan al bij Warbouw, dus in de midden loopt er weer doorheen natuurlijk. Lompe poten. Alweer. Schoonmaken zal je. Mag ik het, mag ik de eer doen? Mag ik het water, komt ie. Doe maar. Nee, ja, doe precies. Gaat, kijk. Ja. Er is een nieuw bekertje nodig, joh. Bijna wel, maar nee, net niet. Tof, man. Gaat ie goed, Olsnek? Ja, gaat heel snel. Als je gewoon je ding loslaat, als het goed is, zou die dan helemaal moeten gaan. Ja, klopt, automatisch. Dat heb ik ook helemaal gedaan. Oh, tof zeg. Plons. Opstopping! Dan val je ook nog naar beneden, dat is het leuke. Je valt nog een stukje naar beneden toe. Moeten we hem zo laten of open of binnen, in? Nee, open. Open? Ja, bij de meeste. Ja. Bij glijbaan die helemaal binnen doorlopen, is het gewoon helemaal open. Tenminste, ja. Wat ik ken. Als je, weet. Zeg maar, als je hem naar buiten laat gaan, dan ja, kom je dicht. Oké, cool. Nou, dat is hier zo wel mooi. En ondersteuning wil ik wel van stone doen, van cobblestone walls. Want ja, van hout lijkt me dan wel minder nu, dit keer. En dan maken we even ondersteuning, want ook dit heeft ondersteuning natuurlijk nodig, logisch. Zo, en dan doe ik hier nog eentje. Kijk hoor, wat is dit de baan? Ja, zo. Krijg je recht zin van om te gaan zwemmen? Echt hè? Ja. Raar hè? Niet hè? Ja, maar het komt een beetje door het weer natuurlijk. Ja, ja. Oké, dat is waar. Vooral als wij natuurlijk deze week aankomende zaterdag op Pinkpop zitten. Dan lijkt me fijn om even achterin het zwembad te duiken bij jou. Jammer, die staat niet op. Jammer dit. Nee hoor. Jammer. Helaas. Anders zet je hem op. Maar je bent toch pas om laat thuis. Ja, nou, om eerlijk in de zwembad in te duiken. Ik zeg geen, nee hoor. Ik hoop je het s'avonds of zo nog even... Ik zeg geen nee. Nee, dat merk ik. Kijk, Gafflo staat weer. We gaan het weer proberen, ja? Ja. Kom, snel. Ja! Ja! Ja, yes! Twee nog wel! Twee! Huppakee, twee vliegen. Ja, maar... In die mini vraagt er wel om hoor. Ja, dat is waar. Die vraagt er altijd om. Mini. En dan zegt ze altijd naughty eend. En ze blijven ook lekker zitten. Twee vliegen in één klap. Nou, vliegen vind ik dan wel een beetje negatief. Oh, sorry. Ja, nee, dan moet je het niet tegen mij zeggen. Sorry te run, nee. God. Oh wee, als je hier nou van die slaps maakt, van die bankjes waar je op kan liggen. Ik weet niet of we dat van kwarts maken. Ik weet niet hoe je dat vaak ziet. Maar dan zou ik dat hier zo maken, denk ik. Ik weet niet hoe je dat maakt. Hier, lekker dat mensen kunnen zo. Lang uit zo. Oh, zo. Kijk, ja. Zo. Zo lang zijn we toch niet in Minecraft, joh. Nee, maar dat maakt het wel... Ja, je moet liggen, Roy. En dan zo'n parasolletje. Ja. Hoe deden we dat ook alweer? Met fans? Zo. Ja. En dan met slabs deden we sowieso werken. Ik zou sowieso met... Ja, met, en een kleurtje. Ja, ik zou sowieso met stone slabs, omdat natuurlijk dat wit al terugkomt in de stoeltjes. Oh, nou, dat hoeft niet per se. We kunnen op zich wel... En dan zou ik dus zo doen. Kan op zich wel tegen de muur aan. Zo. En dan met... ik zou met rood doen, want dat vind ik wel leuk. Rood vind ik altijd wel een mooi kleurtje. Oh, wauw, hè? Wat? Plaats jij nou eerst en doen ik gelijk daarna. Nee, dat was en zo. Apart. Oh. Is het niet meer zo'n zo? Ja, en dan een slap erop. Mij is het net andersom, zeg maar. Dat het... Oh. Wacht. Hier, zeg maar de wol. Oh ja, klopt. Oh, goedemorgen. Zo. Ah, nee. Oh, je sloopt het. Kijk nu wat je doet. Oh my god. En dan zo. Moet je weer een nieuwe parasol kopen? Gewoon lekker breed maken, boeit zo. Zo, leuk. Ja, het ziet er leuk uit. Ja, shatter, hè? Ja, leuk, hoor. Ja, je kan niet zitten, hè? Je moet schoonmaken. Hier, ruim op. Even kijken, hoor. Dit bad is wel vrij groot. Misschien kunnen we nog wel een glijbaan eraan bevestigen, vind ik wel eigenlijk netter. Aan de andere kant of zo? Ja. Of het bad misschien wat iets minder breed maken. Oh, nee. Ja, dat is gewoon mijn fout geweest.
Moet je ook eigenlijk een bubbelbad ergens? Ja, nou ja, dat doe ik gewoon met Siel, hè? Dat hebben we toch nieuw? Kijk hoor. Siel? Cel. Kijk. Stel je voor, hier doen we hier een rondje. Hier, ik maak hier. Dat ga ik doen. Cel. Oh. En dan doen we water. En dan. Klaar. Oh. Je pool. Aardig groot. Ja. Ja, ik weet het. Wacht, ik ga, doe even nog een keer. En dan doe ik dit. En dan doe ik kwarts blok. Zo, dan heb je gelijk de onderkant. En dan schaak ik de zijkant. Leuk. Te groot nog, ja? Is het echt te groot? Nou, ik vind het wel leuk zo op zich. Ik zou het zo doen. We kunnen met z'n meerdere. Ja, we kijken wel. Of is het echt te klein? Is het echt te groot? Ja, ik weet niet. Meestal is een bubbel wat heel klein en zo knussen, zeg maar. Ja? Beetje. Zo een kleine maak? Wacht, zou ik... Ik wacht even. Dus wacht, ik doe even drain. Ik doe even drain, let op. Doe ik gewoon, we kunnen hem al te klein doen, let op. Seal kwartsblok 2, dan wordt hij zoiets. Oh. What heb je nou gedaan? Dan wordt hij zoiets. Dan hier zo met die rondjes, die is naar boven. Oh, je fixt hem wel. Oké, tof. Ja, doe maar iets. Oké. Wat is dit dan, Roy? Dit wat je hier ziet? Een poging tot een bubbel. Nee, niet hier. Nee, weet ik, maar... Jammer dit. Je kunt weer stoelen inzetten. Je kunt weer van die luistoelietjes hier. Aan het water zo. Ja, wacht. Vind ik wel leuk zo. Ik moet nog een wenteltrap. Roby, ben je goed in een wenteltrapje? Zo'n klein rond van stone slab wil ik ze doen. Van stone brick slab, weet je wel. Of een stone slab. Stone slab nog beter, denk ik. En dan zo'n... dat je een rondje gaat hier omhoog. Hier. Ja, lukt dat, denk je? Oké. Okay. Wordt ook krap, ik weet het, maar dat ja, hier uitkomt. Ja, krap wel. Hier zo. Oké. Okay. Oké, ik ga het proberen, joh. Is goed. Oh, dat lukt wel, denk ik. Yes. Oh, je kan het niet passen. Sorry, ik wil even kijken. Even. Nou, dat lukt niet. Ja, zoiets. En dan dat hij inderdaad uitkomt daar. Kijk hoe, ja, we kunnen. Even kijken hoe ik. Zo rond laten gaan, dat is misschien nog leuk. Zo, hoe heb je dat gedaan? Zoiets? Ja, zoiets zou ik doen. En dan hier naar binnen. Zo, ga hier naar binnen. Ga ik dat even mooi leuk maken, hè? Zo. Ga hier naar binnen, zo. Oh. Zo. Even kijken hoor. Oh, dat is moeilijk. Zo. Ga een beetje in de grond. En dan moet je hier binnen ook nog iets leuks maken. Ja, dat wou ik niet zeggen, ja, maar ik moet hem één blokje hoger doen. Dus ik zou nu even gaan springen als ik jou was. Ja, ik vlieg al. Zet. Even kijken hoor, hebben we dat nog een dingetje van? Zo. Ja, hier binnen wil ik ook nog thematisering maken. En sowieso, misschien kunnen we hier nog ergens een iets leuks doen. Kom goed. Niet. Wat is er? Wat? Ach.
Maar mensen moeten ook goed kunnen zien dat dit echt een duikplank is. Maar dat komt wel goed. Leuk, tof. Nou mensen, ja, dit was denk ik wel even voor nu, even voorlopig de laatste video van ons zwembad. We gaan natuurlijk wel lekker doorspelen, stiekem. Maar dat, hoe dat eruit uiteindelijk komt uit te zien, dat moet je natuurlijk zelf checken in de server. Wanneer wij weer gewoon lekker online zijn. En we hopen zo snel mogelijk dat ja, te kunnen doen. En dat jullie gewoon lekker kunnen spelen. En daar hoop ik jullie snel te zien in het zwembad. En bedankt voor het kijken nogmaals. En bedankt Roby en Kenzo om mee te doen in de video. Graag gedaan. Doei.